thuis. Pas 20 ook. Wordt volgende maand 21. In Groningen werd hij zesde bij het wereldkampioenschap voor junioren. En dit is Bjarne Rutje. Klaar. Rutje gleed een beetje weg. De man links in het zwarte pak. Overigens teruggekomen uit de Verenigde Staten. Wordt tegenwoordig gecoacht door Bart Schouten, de Nederlander in Amerikaanse dienst. Hij traint dus veel in Salt Lake City. Maar Schouten moest toch terug naar Nederland vanwege de wereldbekerwedstrijden in Europa straks. Hamar dus komend weekend. En de tickets voor de Nederlanders zijn dus dit weekend te verdienen. En dat geldt natuurlijk ook voor Rutje. Zijn oude broer reed gisteren de 5000 meter. Kwam niet verder dan de 12e plaats. Dat was toch een beetje teleurstellend. En Bjarne Rutje moet het normaal gesproken hebben van de kortere afstanden. Groothuis leidt. Doet dat in 44-18 en is daarmee 0,7 van een seconde sneller dan Brussen in de vorige rit. Vorig jaar werd Groothuis zesde op deze afstand. Technisch rijdt hij zeer goed. De man dus hier in het rood-blauw. De DSB-ploeg heeft veel geïnvesteerd in jonge rijders met het oog op de Olympische Spelen van Turijn. We zien dus veel nieuwe namen. En dit is een goede tijd. 1:12:85. Dat is een hele goede tijd. Uitstekend gedaan, Stefan Groothuis. Hij komt dus in de buurt zelfs van het baanrecord van Jan Bos. En daar mag je trots op zijn. Ja, goede tijd. Jeroen Otter, ook hij was jarenlang in Amerikaanse dienst. Tegenwoordig een van de coaches bij Spaarselect. Maar dus net iets te kort kwam. Vandaag is het Leewang die weer buiten de boot valt. Maar Wennemars heeft van dat alles geen last. Hij wordt Nederlands kampioen met een geweldige tijd. En een geweldig verschil ook. 88 honderdste van een seconde met de Olympisch kampioen Van Velde die het zilver pakt. Bos staat wel op het podium. Is goed voor brons. Dan Groothuis, die staat vierde. En Hersman heeft zich geplaatst voor de wereldbekerwedstrijden 1000 meter. Hij staat op de vijfde plaats. Renate Groenewold, je bouwt het mooi op. En deze Groothuis heeft dus een voorkeur voor de kortere afstanden. Klaar. Ja, ik vraag me net als Ket af wat er nu misging. Geen valse starts worden uitgedeeld. Geen valse starts. Maar volledig stilstaan is de opdracht van de starter. Wel nu, herkansing. Ket is lid van Jong Oranje. Klaar. Gecoacht door Peter Kolder. Het is maar goed dat Jong Oranje nog altijd bestaat. Kernploegen, zoals u weet, zijn eigenlijk opgeheven. Er bestaat nog wel een soort van opleidingsploeg. Onder aanvoering van Jan van Veen. Een soort vangnet voor schaatsers die buiten de boot zijn gevallen. Hier is de opening van Groothuis in 25-16. Van Ket mag je nog helemaal niets verwachten. Hij is piepjong, maar hij technisch heel behoorlijk. Maar hij komt natuurlijk aan de schaatsfamilie. Dus hij heeft het van geen vreemde. Ja, dat is toch wel mooi om te zien, hoor. Deze jonge schaatsers die het beeld van de toekomst gaan bepalen in Nederland. Want dat is zeker. Groothuis heeft zich er dit weekend al tussen geschaatst. En komt door in 53-78. En die tijd ligt exact gelijk aan die van Gerard van Velde. Technisch goed. En wat goed is, komt snel, wordt er wel eens gezegd. En dat geldt zeker voor deze Stefan Groothuis. Was in 2001 zesde bij het wereldkampioenschap voor junioren. Hier kwam Van Velde door in 1:24:16. Daar zit Groothuis nu boven. En de slotronde van Van Velde was ook niet eens zo slecht. De kans dat de tijd van Van Velde deze rit gaat overleven is toch wel groot.
1:56.49, de tijd van Gerard van Velden. En die tijd blijft staan. 1:57.59. Ja, Van Velden heeft goed gereden. 1500 meter was voor hem een extraatje. Een trainingje, zoals hij zelf zei. En dan kun je heel ontspannen aan de start staan. En vrij uitrijden. Die ontspanning is er niet bij Rintje Ritsma, maar die daar op de inrijbaan achter Groothuis rijdt. Voor Van Uitenhagen uit de boeken gereden. Wennemars wint in 1:52.13. Daarna Hersman. Tuitert. Ook Romme plaatst zich voor de wereldbekerwedstrijd. Als hij zou willen. Posma zit er nog bij. Leeuwang mag hopen. Maar het hangt een beetje af van wat Romme gaat doen. Dan Uitenhagen. En Van Velden staat op plaats 8. Hier de andere. Met opvallend de 11e plaats voor Rintje Ritsma. Die had dus zijn 1000 meter afgezegd. Om vandaag te kunnen presteren, dat is niet gelukt zoals Ritsma dat zelf zou willen. Dus is hij, voorzichtig gezegd,